Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een groen nieuwe video op mijn kanaal GamesView. En in deze video gaan we iets anders doen dan normaal. En in deze video gaan we de top 10 meest rijkste mensen op aarde van 2016 is het wel. Het is net 2017 geworden, dus op zich maakt het niet heel veel uit. We gaan naar de intro beginnen, dus let's fucking go. Zo mensen, zijn bij nummer 10 aangekomen en op de nummer 10 staat David Koch, Davidson Hamilton Koch. Het is een Amerikaans, zijn naam is ook echt typisch Amerikaans en hij is al 77 jaar oud, dus dat is best wel oud. Hij is geboren op 3 mei 1940, dus hij is een zakenman en de meeste zakenmannen zijn best wel rijk. Je moet natuurlijk wel goede zaken hebben. Het staat ook hierbij dat hij in de politiek zit hier. Dus deze vent heeft 39,6 miljard en dit is pas nummer 10. Dus hoeveel geld heeft fucking de nummer 1 of zo? Dus David het Koch, jongen. Je hebt flink veel geld. Geniet ervan met het geld. Op nummer 9 staat Charles Koch. Het lijkt hem. Zijn het broer? Ja, de broer van David Koch. De nummer 10 van deze lijst heet Charles de Kahal Koch. Als ik het goed uitspreek. Hij werd geboren op 1 november. Hij is dus 5 jaar ouder dan die vent. Hij is een Amerikaanse zakenman. Waarschijnlijk werken hun dus samen. Hun hebben ook evenveel geld. Kijk, 39,6 miljard. Deze ook. Dus ze hebben evenveel geld, hoor. Ze zijn dus ook precies hetzelfde aan het doen. Politiek schreeuwen. Ja, ze zijn gewoon precies hetzelfde. Ze zijn een Amerikaanse zakenman. Ze zitten allebei in de politiek. Dus hij is mede-eigenaar en algemeen directeur van Koch Industries. Oké. Ik ken dat bedrijf niet. Maar ze zijn alle twee rijk. Fucking twee broers. Ik zie het al voor me als Rick en ik later miljardair worden. Holy fucking damn. Deze vent heeft fucking veel geld. Geniet zij er ook lekker van, man. Ga lekker met je broer op een zakenreis. Oh, we hebben dat al een miljarden keer gedaan waarschijnlijk, omdat je het geld toch hebt. Dus geniet lekker van jouw geld, maat. En dan gaan we op naar nummer 8. We zijn bij nummer 8 aangekomen. En dit is Michael Bloomberg. En hij heeft 40 miljard dollar op zijn bank. Waarschijnlijk zal het nu al wel wat meer zijn, want deze was ook van 2016. En deze vent, ze zijn allemaal wel wat ouder dan de normale mensen. Dus ze hebben waarschijnlijk ook best wel lang gewerkt. En dat beloont ook wel goed met dit aantal geld. Holy damn. Deze vent is 2 jaar ouder dan die vorige. Dus hij is ongeveer 75, dacht ik. En het is ook weer een Amerikaan. Waarschijnlijk doen Amerikaanse zakenmannen het kapot goed. Dat blijkt wel. Hij heet Michael Rubens, oftewel Mike, is denk ik zijn afkorting. Mike Bloomberg is een ondernemer. Daarnaast is hij ook oprichter van Bloomberg L.P. Een mediabedrijf. Oké, hij zit dus in de media. Misschien maakt hij wel iets fucking sick. Bijvoorbeeld de Facebookmaker zal hier hooguit ook in zitten. Misschien doet hij zoiets, gewoon dat hij iets met media film, I don't know, doet. Oké, wacht. Naast zijn werk schreef hij een autobiografie. Steunde hij Barack Obama bij zijn campagnes. Oké, hij heeft dus fucking contact met Barack Obama gehad. Nu waarschijnlijk nog steeds. Holy shit, is gewoon met de fucking president van Amerika. Damn. 40 miljard, jongen. Oh, als ik dat ooit zou hebben, jongen. Waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren. Of YouTube moet ooit heel goed gaan uitbetalen. Waarschijnlijk niet. Maar Michael, jongen, geniet jij ook lekker van je 40 miljard, jongen. Waarschijnlijk zal het nu al wel meer zijn. Dus we gaan op naar nummer 7. We zijn bij nummer 7 aangekomen. Dit is Larry Ellison. En hij heeft 43,6 miljard. Dus 3,6 miljard meer. Je kan zeggen dat het weinig is. Omdat er maar cijfertjes hier staan. Maar in het echt. Piem. Je hele huis zal vol geld zitten. Hoi joh. Tering. Ik scroll even iets naar beneden. En dan kan ik even het verhaaltje oplezen. Hij is 1 jaar jonger. Dus hij is 74 jaar dacht ik. Ja, volgens mij. Ja, het zal wel iets. Ik heb even geen zin om snel uit te rekenen. Hij is ook weer een Amerikaan. Larry Ellison heet hij. Ja, dus ook weer een Amerikaan. Mede-oprichter van softwaregigant Oracle. Geen idee. Ik ken al die bedrijven niet, maar. Ze verdienen kapot veel. Holy shit. Hij kwam op het idee om het bedrijf te starten doordat zijn werkervaring bij Ampex Corporations. Geen idee. Waar hij een database voor de CIA ontwierp. Damn, dan heb je het al goed, joh, als je bij de CIA shit onderwerpt. Dus deze vent ontwerpt dus een database, dus met data en computer shit allemaal. Waarschijnlijk doet de technische kant van de wereld qua banen het echt super goed. Want deze mensen hebben allemaal een lekker bedrijf met technische media shit. Dus deze vent 3,6 miljard op zijn bankrekening. Holy fucking damn. Zo, zijn we 6 aangekomen en deze man staat mooi met een glimlach op zijn fucking foto.
En deze guy waar ik het toen straks over had, de uitvinder van Facebook, die dat gewoon fucking verzonnen heeft. Mark Zuckerberg, als ik het goed uitspreek. 44,6 miljard heeft hij verdiend. Waarschijnlijk nu ook al wel meer. Ik zeg dat veel te vaak, maar het is zo. En holy fuck, deze jongste man op deze lijst. Dus hij is de jongste, want het waren best wel oude mensen nog op de deze lijst. Ook weer een Amerikaan. Damn, ik ga ook in Amerika wonen, jongens. Sowieso wil ik een keer naar Amerika op vakantie. Maar ik heb vliegangst, dus ik moet dat een keer. Als ik wat ouder word, denk ik dat ik het wel ga durven. Maar ik ga naar Amerika toe. En dan kom ik terug met 44,6 miljard. Of iets minder. Of iets heel erg minder. Het gaat waarschijnlijk veel geld in. Okay, nee. Hij werd geboren op 14 mei 1984. Holy shit, dat is best wel jong nog. Hij is de algemeen directeur van sociaal netwerk site Facebook, natuurlijk de nummer 2 internet site naar Google. Hij richtte de site op tijdens zijn studie in 2004 samen met een aantal medestudenten. Mark stopte met zijn studie omdat hij veel werk had aan de website. No shit. Want waarom zou je nog studeren als je fucking miljarden verdient? Damn, gast. Holy shit. Natuurlijk, ja, Facebook is kapot groot over de hele fucking wereld. Dus hij heeft echt een goed iets gedaan, jongen. Hij heeft social media sowieso groot gebracht. In 2010, toen klapte dat uit elkaar. Toen kwam social media shit. Zij heeft het ook echt goed getimed over wanneer die site heeft. We gaan door naar nummer 5. Zo, we hebben nu op nummer 5 nog een mooie glimlach gozer. Deze vent zal wel kaal, dus hij zal wel wat ouder zijn. Maar dat mag de pret niet bederven, want deze vent heeft $45,2 miljard. Damn. Jeff Bezos, of Buzzles, I don't know. Super veel geld natuurlijk weer. Miljardair Jeff Bezos. Zo, wat een naam, jongen. Werd geboren op 12 januari 1964. Is wel wat ouder weer. Hij is ondernemer en investeerder. Ook weer een ondernemer en investeerder, oké. Okay. Hij richtte in 1994 een website Amazon.com op. Oh, dat wist ik niet. Waar eerst boeken, maar nu allerlei andere producten worden verkocht. Oh. Dus jongens, als je veel geld wil verdienen, ga of een fucking chill app of site ontwerpen. Of ga, ja, sites. Het gewoon in de media gaan, jongens. Bam, dan kan je me toch eens geld verdienen. De CEO van de website. Dus hij heeft gewoon fucking... Oh, jezus. Hij heeft dus gewoon fucking Amazon gemaakt. Damn. Voor de mensen die Amazon niet weten, dat is gewoon een soort van bol.com waar je shit kan bestellen en zo, dacht ik. We zijn bij de volgende gozer aangekomen. En deze gozer ziet er namelijk niet echt heel erg jong uit of zo. Maar hij heeft wel een gek bedrag op zijn fucking bankrekening. En dat is Carlos Slim Helu. Hij heeft 50 miljard fucking dollar op zijn bankrekening. Oh, gek. Damn, dat is echt veel. De Mexicaan, het is een keer geen Amerikaan. Wel het buurland ervan. Van Libiaanse afkomst. Carlos Slim Helu werd geboren. Hij is ook al best wel oud, ook gewoon 77, sorry, ik moest even nadenken. Heeft zijn fortuin te danken aan zijn bedrijf Telmex, geen idee wat het is, een telecommunicatieconcern. Oké, dit is, voor de mensen die het spel Galgen kennen, gebruik dit woord en je wint gegarandeerd. Damn. Hij studeerde af als, oké, ik ga dit helemaal niet oplezen, deze vent heeft gewoon 50 miljoen klaar, dat is gewoon tering veel. Hij is namelijk iets met telecommunicatie heeft hij gemaakt. Dus het zal wel 50 miljard, jongen. Jij gaat lekker. En ja, ik zou 50 miljard misschien een pruik kopen of zo. Dat werkt wel. Zo mensen, we zijn al bij de top 3 aangekomen. En deze keer... deze man staat best wel netjes op de foto. Dat is wel super tof natuurlijk. Het is gewoon, ja, het is ook wel een iets oudere man. Maar hij straalt gewoon blijheid uit. En hij is fucking trots. Dat weet ik zeker met zo'n bedrag. We zaten net op 50 miljard, wat al keiveel was. En Warren Buffett, of Buffon, ik weet niet hoe je het uitspreekt, heeft 60,8 miljard euro. Holy fucking shit, jongen. Hij is natuurlijk één gekkere miljardair. De oudste man op deze lijst is deze. Holy fuck, hij is al 87 jaar oud. Damn, 87. En dan heeft hij sowieso... Oké, holy shit, damn. De Amerikaanse, het is weer een Amerikaan, de Warren Buffett, of Buffett, werd geboren op 30 augustus 1930. Dus hij is 87. Hij is zakenman en investeerde ook. Hij is afgestudeerd. Werkte bij verschillende bedrijven en richtte daarna zijn eigen investeringsbedrijf op. Met zijn grootste inkomsten
bron verdient hij zijn investeringen. Holy shit. Hij doet vooral dus aandelen en shit. En daar, holy damn, heeft hij echt veel verdiend. Oh, hij investeerde in heel veel bedrijven zoals Coca-Cola. Holy damn. En Gillette en zo. Holy damn. Als je op dat soort bedrijven investeert, dan bang, dan gaat je geld, jongen. Dan wordt het echt veel. Holy shit. 60,8 miljard, jongen. Deze vent is al 87. Dus hopelijk heeft hij al best wel een chill leven gehad. Ook met zijn fucking monies. En ja, hopelijk gaat hij nog gewoon lekker zijn leven door met 60,8 miljard. Holy damn. Zo mensen, we zijn bij nummer 2 aangekomen op deze lijst. En nummer 2 is Amancio Ortega. Kabim. Holy damn. Deze vent kan je niet heel erg blij op de foto. Maar ja, deze mensen zijn meestal ook wel serieus. Dus dan snap ik het wel dat je niet altijd met zo'n big smile op de foto gaat. Zou ik wel doen met 67 miljard op je bankrekening. Ik dacht, ik zou dan echt zo op de foto zijn. Hey, ik heb het gemaakt, kut. Oké, just kidding, man. De enige Europeaan, het is een Europeaan, een Spaanse. Ik dacht het al een beetje aan zijn naam te zien, een beetje Spaans iets. Hij is geboren op 28 maart 1936. Hij is een designer, ondernemer en besturingsvoorzitter. Holy shit. Ik wil later ook in de designerwereld werken, dus damn. Hij verdient gewoon met design en ondernemen. Ah ja, ondernemen, ja, dat is natuurlijk. Dan ga je allemaal zaken dingen doen. Maar holy damn. Hoewel Amani Sio, noem ik hem even, nu 14.000 werknemers in dienst heeft. Hij is heel klein begonnen. Hij kreeg zijn talent niet zomaar met een paplepel ingegoten. Zijn vader was spoorwegerarbeider. Waardoor hij op 14-jarige leeftijd als een boodschappenjongen ging werken voor verschillende kledingzaken, etc. Bla 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 bla. Hij doet dus. De modewereld. Hij zit dus in de modewereld, designwereld. Waarschijnlijk misschien ook kledingdesign en zoiets. En damn, deze vent heeft 67 miljard op zijn bankrekening staan. Wow, yo, dat is insane. Holy shit. Laten we doorgaan naar nummer 1. Op de nummer 1 staat het ook. Je weet het al wie dit is. Bill fucking Gates. Ook al staat het daar al gewoon fucking boven dit. Titel, maakt het uit. Bill Gates is natuurlijk een van de bekendste die ik persoonlijk ook ken. Hij is natuurlijk de maker van Microsoft. Hij heeft fucking 75 miljard. Dang. Oh, joh. Hij heeft 75 miljard fucking dollar. Holy shit. Ik ga iets naar beneden scrollen, want hier staat natuurlijk het verhaaltje. Dan weet ik een beetje wat hij doet, hè. Natuurlijk, hij doet Microsoft. De Amerikaanse ondernemer, de filantroop Bill Gates, geboren op 28 oktober 1955... Hij is dus iets jonger dan de vorige. Staat met zijn stip op nummer 1 van de lijst. Dat zie je wel. Met zo'n bedrag aan. Fucking hell, jongen. Holy shit. Oh my god. Hij is natuurlijk de medeoprichter van het boegbeeld van de firma Microsoft. In Nederlandse taal. Hij is dus de maker van Microsoft. Misschien met nog een paar andere. Tijdens de studie aan de lab was hij niet weg te staan bij Terminal. Oké. Hij doet natuurlijk heel veel met computershit en zo. En hij heeft natuurlijk Microsoft ontworpen. Toen net de computers een beetje ontstond, toen was er nog geen software. Weet je wel, hoe een computer bestuurd wordt. Dus kijk, er staat ook in het verhaal. Gates realiseerde zich dat een computer software nodig was. En richtte het in het jaar 1975 Microsoft op. En ja. Als er nog niks van is en jij komt iets met heel belangrijk iets en je maakt dat. You are in, man. You are fucking in. Holy shit, deze vent. Natuurlijk, Bill Gates, deze mooie, sappige kakje. Hij heeft natuurlijk kapot veel geld, dus Bill Gates heeft het echt gemaakt in zijn leven. En ik ben ook echt blij met Microsoft, want anders kon ik deze video niet maken. En dan had ik, ja, moet ik een Apple computer kopen. Maar ach ja, ik zit nu lekker op Windows. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan eens zeker het blauw duimpje omhoog achter te laten. Wil je nou meer van deze top 10 lijstjes zien? Laat het dan achter in de comments hier beneden. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later. Yo, laters.